Even een duik in ons archief en dan weet je weer hoe belangrijk strooien is. Pas op. Het vriest nog niet, maar vanochtend waarschuwde Piet Paulusma al voor gladheid. 0 graden. Dat betekent voor Erik en Bob van de Amsterdamse Gladheidsbestrijdingsdienst dat ze weer aan de slag moeten. Voor de gemeente Amsterdam ligt hier ongeveer 5000 ton strooizout. Dat is 6 kilo zout per Amsterdammer. Het eerste moest vandaag al worden gestrooid, want uit meetpunten bleek dat de weg op sommige plekken al flink koud is. Het koudste punt is nu hier in de haven en het is 3,8 graden. We zien hier twee sensoren in de weg zitten. Die meten of de weg vochtig is en die meten of er eventueel zout aanwezig is nog op de wegdek. Zodat we een eventuele strooiactie uit kunnen stellen. Hieronder zitten twee temperatuurmeters en die meten de temperatuur van het wegdek of de wegdektemperatuur al onder nul is gekomen. Dat blijkt nu nog niet het geval, maar enkele wegen kunnen al wel met kou en regen gevaarlijk zijn, zoals de Jan Scheverbrug die nu al wordt bestrooid. Want vooral bruggen en scherpe bochten kunnen nu al gevaarlijk zijn. Vooral waar het een beetje op en af loopt, fietspaden. En ook al is er gestrooid, altijd voorzichtig zijn. De Gladheidsbestrijdingsdienst roept Amsterdammers op zelf deze winter ook in actie te komen. Daarvoor kun je gratis een emmertje zout halen. Ja, wij doen ons best, maar we kunnen niet in alle hoeken en gaten van de stad komen. Waar je het zout kan halen, zie je op de gemeentewebsite. Ik heb daar niks aan toe te voegen. Pas op. Spekglad hier. Amen. Ja.